Steeds meer stadjes voelen zich veilig. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Van de ondervraagden voelde 1 op de 5 mensen zich wel eens onveilig. Dat was 10 jaar geleden nog 1 op de 3. Volgens de gemeente is dat vooral te danken aan het opknappen van bepaalde wijken. Wat wij in ieder geval wel hebben gedaan de afgelopen jaren, is fors inzetten op de wijkvernieuwing. En je ziet dat mensen er ook heel erg tevreden over zijn. En we zetten gewoon fors in op dat die wijk er schoon en onderhouden uitziet. Je ziet wel eens in andere grote steden, dan heb je van die wijken, dan heb je allemaal van die schuttingen die er een beetje slecht onderhouden uitzien. Overal graffiti, viezigheid op de grond, prullenbakken die overlopen. En dat zijn zaken waar wij heel erg op letten. Soms zeggen mensen wel eens van, goh, ben je niet een beetje overdreven bezig? Het lijkt wel je huiskamer. Nou, wij zien toch ook een beetje de wijk als een verlengstuk van de huiskamer. Daar moet je gewoon goed in kunnen voelen. En we zien dat mensen er tevreden over zijn. En we zien ook nog eens, en we lezen, dat mensen zich veiliger door voelen. Dus eigenlijk zien we dat als een compliment richting het gemeentebestuur, dat we het goed doen. Meerdere wijken krijgen een opknapbeurt van de gemeente. Maar vooral de wijk Vinkhuizen is de laatste jaren flink aangepakt. Voelt u zich nu ook hier veiliger in Vinkhuizen nu de wijkvernieuwing is doorgevoerd? Ja, beter dan vroeger. Ja, wat is er beter aan? Nou, toen de tijd, dan was hier van alles te doen. Wat die jongeren betreft en zo, en brutaal tegen oudere mensen. Maar dan merk je nu dat het minder wordt langzamerhand. Als ik s'avonds uit mijn auto stap en naar de flat zo moet, dan heb ik wel altijd zoiets van... Even om me heen kijken. Dat heeft u nog steeds, ondanks de wijkvernieuwing? Ja, ja. Waar ligt het dan aan, denkt u? Aan mezelf, denk ik. Ja. Hallo, voelt u zich hier nu veiliger in Vinkhuizen sinds de wijkvernieuwing is doorgevoerd? Nee, maar ik voelde me ook niet onveilig. Dus nee, wat is er precies gebeurd eigenlijk? De gemeente heeft cijfers bekendgemaakt en die zeggen van mensen voelen zich in Groningen stukken veiliger. Dat komt onder andere omdat wij de wijk hebben aangepakt. Maar u voelde zich dus al veilig? Ja hoor, ik heb nooit problemen met gehad. Nee. Dus geen verschil met vroeger en nu? Nee. Op zaterdag nacht fiets ik ook gewoon door de wijk. Alles prima. Zeker. Beter dan een paar jaar terug, zeg maar. Toen was het heel erg hier hoor. Dan kon je er wat van zeggen en dan kreeg je... Alleen ze moeten nog wat doen aan die hondenpoep. Daar moeten ze nog wat aan doen. U heeft niet het gevoel dat het hier vroeger minder veilig was dan nu? Nee, dat kan ik niet zeggen hoor. Nee, dat weet ik niet. U voelt zich altijd wel veilig? Ja, ik voel me wel veilig. Ik heb ook een revolver in huis, hè. Ondanks dat het gevoel van veiligheid is toegenomen, zijn er nog genoeg aandachtspunten voor de gemeente. Zeker als je kijkt naar wat nog aan het toenemen is, is het huiselijk geweld. En de burgemeester en Jannie Visser zijn ook samen met een pilot om dat verder terug te dringen. Het is toch een heel schrijnend iets dat nog steeds voorkomt. En tegelijkertijd zie je dat er een hele kleine groep jongeren zich toch nog op het criminele pad bevindt. Daar moet je het ook met name in de preventie zoeken. Voorkomen dat kinderen voortijdig van school afgaan. Voor zorgen dat er een aantal instellingen zijn dat als het misgaat, dat die er ook zijn om de jongeren op te kunnen vangen. Dus daar is wat mij betreft nog wat winst te halen.